wel ver, dus eraf komen dat op een bepaald moment dat die stevige oprichting wel dat die werd staande gehouden. Dat die op een bepaald moment ergens in een soort status quo zouden blijven. Bepaalde zaken zijn eigenlijk moeten bijhouden en verdedigen. Maar zoals u zelf zegt, ze kunnen uiteindelijk die grenzen maken in principe weinig uit, dus die zijn gewoon uit. De ene grens al meer dan het andere. Dus de Algerijnen zijn in een redelijk goede positie om hun eigen grenzen zo goed als dat geografisch mogelijk is, gecontroleerd te houden. Okay, Libië is een totaal ander. Maar bij de islamisten, die uiteindelijk grens gefragmenteerd zijn, aan Sardinië, Kim, die zullen in principe altijd wel die geflankeerd. Mijn vraag is vooral, hoe lang denkt u dat de Fransen uiteindelijk in dat land gaan moeten blijven om daar de vrede te kunnen behouden? Want in principe gaan ze er nooit echt tot een hele overtuigde overwinning komen. Ze gingen er nooit uit. Om het heel extreem uit te drukken, ik denk dat ze helemaal niet weg gaan gaan. Maar het engagement dat nu bestaat uit zoveel duizenden militairen, ja, dat gaat wel drastisch naar beneden gaan als de situatie het toelaat. En dat is wel een parallel die je bij Afghanistan kan trekken. Met die verstande dat de situatie in Afghanistan nog van een kaliber gecompliceerder is door geografie en demografie als de situatie in Sahel. Allee, grosso modo, de Fransen kennen heel dit gebied veel en veel beter als de Amerikanen Afghanistan kenden vooraleer dat dat allemaal gebeurde. Zijn als dusdanig wel in een betere positie om het spel beter te spelen als dat het is gebeurd met Afghanistan. Want de situatie zoals die in Afghanistan vandaag is, is ook het product van een internationaal engagement dat jarenlang totaal is gemismanaged. Dat ook heel veel samenhing met het ontstaan van de Tweede Irak-oorlog in 2003. En dat de Amerikanen gewoon niet de bandbreedte hadden om het allemaal deftig te doen. Ja? Naar de toekomst toe, het is effectief een heel groot gebied. En gezien de niet-capaciteit van de Baltische staten, de onderlinge staten, het is blijkbaar ook moeilijk om een Afrikaanse interventiemacht te organiseren. Hoe lang zal die Franse aanwezigheid nodig zijn in die regio om het stabiel te houden? Omdat het ook zeer groot is en precies niet is. Frankrijk kan zeggen, we gaan er even door. Kijk, ik denk dat de Fransen sowieso voor op zijn minst een aantal maanden diep geëngageerd gaan zijn met veel volk. En dan, als het lukt, gaan hun aanwezigheid gaan terugschroeven naar een meer kleinschalige en vooral een minder zichtbare aanwezigheid. Dus daar gaan wel allerhande adviseurs in de Malinese strijdkrachten, in het commando van de Afrikaanse interventiemacht. Daar gaan allemaal Franse officieren mee in het systeem geplugd blijven om 100% op de hoogte te blijven van hoe dat alles verloopt. Maar zonder de grootschalige grondaanwezigheid zoals het er vandaag uitziet. Nu, het idee van dat al die Franse grondtroepen tegen het einde van maart terug naar huis zouden keren, dat is lari. Het zal wel minstens een aantal maanden zo blijven. Zij het een beetje fluctuerend in functie van omstandigheden. Maar je bouwt van, als je zegt van een militaire operatie van een paar duizend soldaten in een land, ja, die komen daar niet zo poef op één nacht tijd terecht en die zijn er ook niet op één nacht tijd weer weg. Dus dat zijn wel dingen die fluctueren in een tijdspanne van enkele maanden. Maar natuurlijk, ja, de Fransen kunnen gewoon zeggen, ja, ze moeten niet allemaal terug naar Frankrijk komen, we kunnen ook terug weer een aantal in Tsjaad zetten, of in Burkina, of in Côte d'Ivoire. Gewoon de units die op het bord staan, alleen ergens in Parijs, moet het zo opgevolgd, zal tegenwoordig wel iets technologisch gesofisticeerder zijn, maar die worden gewoon heen en weer geschoven. Als, het is risk, maar dan in het echt.
dan denk ik dat dat is. Oké, perfect.